stel uzelf voor in exact 30 seconden. Hallo, ik ben Annabel Tavernier. Ik ben 30 jaar. Ik woon in de Brusselse gemeente Schaarbeek. Ik ben geboren en getogen in Oostende. Ik ben politieke wetenschapper van opleiding. Ik ben werkzaam als parlementair medewerker in het Europees Parlement. En ik volg de dossiers migratie en buitenlandse zaken op. Op 26 mei sta ik op de tweede plaats op de Vlaamse N-VA-lijst in Brussel. En ik zou graag jouw stem en jouw vertrouwen winnen. Dank u wel. Waarom stapt u in de politieke strijd? In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 heb ik besloten om mij voor het eerst op de politieke voorgrond te engageren. En heb ik mij dus kandidaat gesteld voor de N-VA in Schaarbeek. Ik vond en ik vind nog steeds dat Schaarbeek en bij uitbreiding het Brusselse gewest veel beter verdient in zaken veiligheid, mobiliteit, leefbaarheid. En ik wilde daar zelf iets aan doen. En ik hou immers van Brussel. En ik ben ervan overtuigd dat de visie van de N-VA de nodige ingrediënten bevat om die verandering in te zetten. En vandaag de dag kriebelt het nog steeds. En ga ik samen met een sterke, vastberaden ploeg voor die tweede zetel in het Vlaams parlement. Welke quote heeft u gekozen? Naar aanleiding van de gedichtendag, enkele jaren terug, heb ik op een van de Brusselse radiozenders een gedicht gehoord over Brussel, geschreven door luisteraars. En er is mij een zinnetje bijgebleven. Brussel, je bent moeilijk lief en tegelijkertijd een hartendief. Ik had nooit gedacht dat ik mij elders dan aan de zee zou thuis voelen. En dat is effectief niet het geval. Ik voel mij thuis in Brussel. Brussel heeft een stukje van mijn hart gestolen. Ik ben een architectuurfan. Brussel is zo wel een beetje de place to be voor mooie gebouwen. Heeft heel wat architecturale parels. En Brussel leeft ook. Er is altijd iets te doen. Je leert altijd nieuwe mensen kennen. Heeft heel veel leuke plekjes, leuke wijken, de Dansaarwijk, de Marollen, heel wat leuke pleintjes in Elsene. Ook veel mooie groene plaatjes. Zo vertoef ik graag in het Josafatpark in Schaarbeek. Ook kan ik meer rust vinden in musea zoals de Bozar en het Margrietsmuseum, noem maar op. Maar soms maakt Brussel mij het ook wel moeilijk. Het is moeilijk om van Brussel te blijven houden soms. Zoals het gedicht zo mooi verwoordt, Brussel is een moeilijk lief. Het trekt aan en stoot af. Zo voel ik me niet altijd even veilig in en rond het Noordstation. Evenmin op de fiets. Er is niet altijd plaats voor de fietsers. En houden de chauffeurs zich niet aan de maximale snelheden. Ook vind ik het belangrijk om als Vlaming je thuis te voelen in Brussel, dat je eigen taal kan spreken. En de taalwetgeving wordt niet altijd gerespecteerd in Brussel. Ik word niet altijd bediend in mijn moedertaal. En dat maakt het moeilijk soms. En ook de straten liggen er vaak zeer vuil bij en dat werd echt wel afstotelijk. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik heb veel voorbeelden, mensen naar wie ik opkijk. En noodzakelijk politici. Zo heb ik altijd erg opgekeken naar mijn grootvader. Hij nam mij overal mee. Op zee was een zeiler, naar de voetbal. We gingen vaak samen wandelen, fietsen en hij had altijd iets te vertellen. Dus hij heeft mij echt wel veel levenswijsheden bijgebracht. Vanuit politiek oogpunt steekt Margaret Thatcher, ook wel de IJzeren Dame, eruit. Toch wel een van de grootste politiek leiders van de late 20e eeuw. Een inspiratiebron voor velen en zeker voor vrouwen. Haar
haar wilskracht, haar dynamiek en de manier waarop dat ze haar politieke overtuiging verwoordde, dat kon bijna niemand haar nadoen. En die overtuiging, dat doorzettingsvermogen, die duidelijkheid, dat zijn echt wel voorbeelden voor mij. Het was niet iemand die de populariteitswedstrijd wilde winnen. Ze ging voor resultaat. Ze heeft verandering kunnen teweegbrengen in de Engelse samenleving op een moment dat verandering broodnodig was. En vandaag zien we dat ook in Brussel. Brussel staat op een kruispunt. En ik heb echt wel het gevoel dat de Brusselaars snakken naar een verandering. Wat zijn uw politieke interesses? Europees en bij uitbreiding internationale thema's hebben mij altijd sterk geboeid. Tijdens mijn studies heb ik mij verdiept in die thema's. En vandaag de dag ben ik er ook professioneel mee bezig. Ik vind het belangrijk dat Vlaanderen en Brussel zijn belangen goed verdedigen op het internationale toneel. En een groot stuk van dat internationale toneel ligt in Brussel. Brussel is een beslissingscentrum. Het is dan ook belangrijk dat Brussel als hoofdstad van de Europese Unie deze status alle eer aandoet en dit serieus of zelfs serieuzer neemt. Dat de instellingen, de internationale en de Europese instellingen in Brussel blijven en meer nog, dat we nieuwe instellingen aantrekken. Want deze geven Brussel een gezicht in de wereld, plaatsen Brussel op de wereldkaart. Ook onderwijs heeft mijn interesse. Ik heb een kinderwens en ik zou later mijn kinderen graag naar een Nederlandstalige school willen sturen hier in Brussel. Dat ze onderwezen worden in hun moedertaal en dat ze kunnen genieten van kwaliteitsvol onderwijs. Want Nederlandstalig onderwijs heeft een sterke reputatie. Echter, vandaag de dag is er een capaciteitsprobleem met ellenlange wachtlijsten tot gevolg. En dat is echt wel iets dat we moeten aanpakken. Ja. Wat kan er anders en beter in de politiek? De veiligheid staat hoog op de agenda bij mij. De Brusselaars hebben recht op een bestuur dat de veiligheid van haar inwoners ernstig neemt. We moeten evalueren naar een veiligheidscultuur waarin er geen plaats is voor laissez-faire, voor laxisme. En dit vergt efficiëntie. Zo moeten we evalueren naar 1 politiezone in plaats van de huidige 6. 1 gecentraliseerde politiezone, want de realiteit in een grootstad zoals Brussel vraagt hierom. Kortom, we hebben nood aan meer efficiëntie in de politiek. Dat is een pijnpunt van de Belgische politiek, maar ook in Brussel. En zeker in Brussel, zou ik zo zeggen. We hebben nood aan minder structuren om een efficiënter beleid te kunnen voeren. Met meer dan 1000 politieke mandaten, met meer dan 50 politieke instellingen, waarvan 1/3 werkt, 1/3 niet werkt en 1/3 tegenwerkt, heeft Brussel nood aan vereenvoudiging om een beter beleid te kunnen voeren voor de Brusselaars. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Mijn vrienden en familie en ook binnen de partij, mensen binnen de partij, noemen mij wel vaak de globetrotter, de wereldreizigster. Ik heb dan daarom deze trekkersrugzak meegenomen. Die is heel kenmerkend voor mij. Uit elk land dat ik bezoek, probeer ik een kenteken mee te brengen. En ik kreeg wel vaak, als ik onderweg ben, vragen over die trekkersrugzak. En vaak wordt er verwezen naar dat vlaggetje hier, de mooie Vlaamse leeuw. En ik ben dan ook wel trots als ik kan vertellen over Vlaanderen, zijn identiteit, cultuur en uiteraard zijn hoofdstad Brussel.
Dus ja, ik ben zo'n beetje de ambassadrice af en toe, als ik op reis ben van ons mooie Vlaanderen.